Hallo, mijn naam is Jan Krijmen. Cloud School, wat is het? Het is een concept voor een virtuele school. Dat is gebaseerd op een nieuwe ontwikkeling in de IT-branche, cloud computing. Een gezaghebbend instituut in de Verenigde Staten noemt een aantal kenmerken, maar in het geval van Cloud School vinden we vooral belangrijk dat je op elke plaats in de wereld en op elk moment van de dag naar een virtuele school kunt gaan. In de wereld zijn vooral twee firma's die een platform bieden. En in ons voorbeeld gaan we uit van Google, maar Cloud School is ook te gebruiken met het platform van Microsoft, SharePoint genaamd. Cloud School is een soort school in de wolken, waar je altijd en overal naartoe kunt. De reis er naartoe gaat via de digitale snelweg van internet. En Cloud School is er in de eerste plaats voor de leerling, maar is ook een werkomgeving voor leerkracht en schoolmanagement. Cloud School is nog slechts een concept. ELO's zijn er al wel, maar een Cloud School is meer. Het is pas een school als het ook de kenmerken van een school heeft. En Cloud School hoopt dat in de nabije toekomst te realiseren. Hoe bouw je een Cloud School? Je kunt makkelijk verdwalen, want er zijn zoveel mogelijkheden. Daarom even terug naar de echte school. In dit geval de Methielschool De Brug. Een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Waar meer dan 200 medewerkers met elkaar samenwerken in verschillende disciplines. Voor samenwerken moet je goed met elkaar communiceren. En dat kan al snel een warboel worden. En dus zochten we het in een internetsysteem via een server in het computernetwerk. Maar dat blijkt nogal bewerkelijk te zijn. Het vergt heel veel tijd en expertise en het leidt af waar het eigenlijk om zou moeten gaan, onderwijs maken. Totdat we in 2009 overstapten naar het internetsysteem van Google Apps for Education. En dat bleek een schot in de roos. Iedereen kan agenda's, bestanden en ook webpagines maken en met elkaar delen. En door het onderhoud van het systeem uit te besteden aan Google, kunnen we weer meer tijd besteden aan het onderwijs. En dat bracht ons tot de volgende stap. Zou zo'n internet niet ook heel goed werken voor de leerlingen? Zet al het lesmateriaal in de cloud en structureer vervolgens de weg ernaartoe door een interface te ontwikkelen. Maar ja, de school moet wel voldoen aan de landelijke eisen die bepaald zijn door het ministerie en waar de onderwijsinspectie streng op toeziet. Om te beginnen moet de school werken aan kerndoelen. En om die kerndoelen te halen zijn de leerlijnen uitgezet. Alle lesmaterialen van methodes moeten digitaal beschikbaar zijn. En ook de extra lessen die leerkrachten zelf maken. En tot slot, je kunt alleen leren door fouten te maken. Dus feedback krijgen op je fouten is essentieel. Dat zijn dan de onderwijskundige eisen. Maar een Cloud School heeft ook een technische kant. Er moeten apps gemaakt worden om bijvoorbeeld de lesstof te kunnen arrangeren. Testen en toetsen moeten ook digitaal gemaakt zijn. En alles moet ook voor leerkrachten en management te gebruiken zijn. Om een dergelijk systeem te ontwikkelen is heel veel geld nodig. En dus heeft het ontwikkelen van de Cloud School ook een financiële kant. Er zijn heel grote investeringen nodig. En een school alleen heeft niet zoveel te besteden. Daarom moeten we kijken naar de mogelijkheden van synergetic marketing. Alleen door samen te werken kunnen we meer en grotere dingen doen. Cloud School heeft zich daarom verbonden aan Natonco. Dit is een coöperatie van honderden scholen die in gezamenlijkheid investeringen kunnen doen en waarmee ze eigenaar zijn van de Cloud School en alles wat erin zit. Door ook samen te werken met particuliere bedrijven, zoals uitgeverijen van onderwijsmethodes, wordt de Cloud School ook een volwaardige school. De technische kant, het programmeren van het systeem, wordt gedaan door Cloudwise, ook wel G-Company, en Clearcode. Samen bouwen zij een CMS, een Content Management Systeem. En dat is de interface voor leerling en leerkracht. Dit is in kort bestek het plan om te komen tot een Cloud School. We zijn al van start gegaan, maar het zal minstens tot 2015 duren voordat de Cloud School volledig is ontwikkeld. Meedoen aan de ontwikkeling? Dat kan. Ga daarvoor naar de website cloudschool.info en stel je in verbinding met een van de medewerkers.